4-0 uiteindelijk. Heerlijke wedstrijd, lijkt me. Ook als je buitenspeler bent, want was een speeltuin vandaag bijna. Ja, vandaag was het genieten. Ik denk de laatste wedstrijden was het vooral heel hard werken, veel op karakter terugkomen naar vaak een achterstand. En vandaag was het toch wel even vanuit de andere kant zelf voor, op voorsprong komen. Nou, en dan kan je als buitenspeler ook gewoon, nou, dan kom je aan je kwaliteiten, want je komt tot voetballen toe. En gewoon lekker 1-op-1 acties maken en vlammen. Hoe was het voor jou inderdaad om nou ja, 2 assists te geven, veel ruimte voor jezelf maken ook? Ja. Nou, het begint vaak al bij de eerste actie. Van, dan weet je, ga gelijk al een beetje van, hey, zit ik in de wedstrijd, heb ik een beetje balgevoel vandaag. Nou, de eerste actie was goed, dus ik dacht al van, nou, vandaag kan het wel leuk worden. En nou, ik denk gewoon veel 1-op-1 acties en eigenlijk de meeste ervan wel geslaagd. En ook leuk voor het publiek natuurlijk. En als speler ook heerlijk, denk ik. Als je weet, als je voelt dat het loopt. Ja, dat is wat ik al zei. We hebben hiervoor heel veel wedstrijden gehad. Dan moet je echt gewoon heel hard werken, heel veel meters maken. Nou ja, daar ben ik ook niet de minst in. Wil ik ook prima doen. Maar ja, uiteindelijk ben ik wel een buitenspeler en hou ik er wel van om bal aan mijn voet lekker acties te maken. En nou, het moet ook een beetje leuk zijn voor het publiek, zei ik al. Dus ja, voor vandaag was het gewoon hartstikke goed. Je bent buitenspeler, je staat eigenlijk met 2 andere spitsen voorin. Het is heel bewegelijk nu met jou, Kian en Arnoud voorin. Ja, nou, wat we vandaag wel goed deden, nou, eigenlijk alle wedstrijden al. Wij wisselen best wel veel van positie. Dus kijken we aan van hey, waar voelde lekker voor elkaar. Want soms staat er best wel een kleinere speler op de linksback als ik rechts sta. Nou, kan Kian daar hartstikke goed tegen staan, veel langere ballen sterk maken. En soms staat er een slomere speler aan de andere kant. En daar kan ik mijn kwaliteiten weer goed benutten. Dus we zijn hartstikke dynamisch inderdaad met elkaar. En wat we ook wel goed doen is, na zoveel sprints ben je ook wel een keertje moe. Nou, dan kan je in de spits een beetje uitrusten en dan gaat Arnoud weer mooi naar de buitenkant. Dus mooie afwisseling met elkaar. Ja, op een gegeven moment, einde van de eerste helft, toen ging je even voluit. Kon je daarna weer even gas terug, een beetje inzakkend of zo? Ja, zo gaat het wel. Het is gewoon, je maakt heel veel meters natuurlijk, zeker met die 1-op-1 acties. Er zijn wel rushjes van soms 20, 30 meter. Nou, dat kost gewoon heel veel energie. En als je dan een beetje met elkaar kan wisselen, dat je een ander moment dan gewoon weer je rust kan pakken en even je moment weer. Nou, dan werkt het hartstikke goed. Anders breek je elkaar gewoon weer op. Het loopt dit seizoen eigenlijk best wel goed, in elk geval nog niet verloren. Maar ook een paar keer toch puntverlies, gelijkspel, waar je het gevoel hebt dat er wel meer in staat. Wat is jouw gevoel na 5 wedstrijden? Nou ja, ik denk dat we best wel begonnen, dat we best wel zoekende waren nog. Van, vooral het voetballende gedeelte. Eerst moest het organisatorisch, dus echt het verdedigende gedeelte, wel een beetje. Nou, dat moest goed staan, daar zijn we lang mee bezig geweest. En na DVS had ik toch wel een punt van, nou, dat hebben we nu wel boven. Vanuit nu kunnen we wel gaan kijken naar het voetballende gedeelte. Nou, de wedstrijd daarna tegen Hoek was het eerste helft dramatisch, was heel slecht. Maar ik denk dat loopt wel los. En ik heb best wel goed gevoel, zoals vandaag hebben we gewoon hartstikke goed gevoetbald. En deze lijn moeten we gewoon doortrekken en inderdaad nog niet verloren. En dan mis je nog de helft van de selectie ongeveer. Ja, dat is wel mooi. We hebben een best wel redelijk kleine selectie natuurlijk. Zeker ten opzichte van voorgaande jaren, toch wel wat spelers minder. Maar kwalitatief zijn we gewoon hartstikke goed. Dus als er een speler wegvalt, hebben we gewoon een andere stand-in klaarstaan die ook gewoon hartstikke goed kan voetballen. En natuurlijk ga je wel liever met een uitgebreide selectie heen. Dan heb je toch wel meer keuzes, ook in wisselingen en opvattingen. Maar nou ja, prima. Dankjewel, Jari. Dankjewel. Rustig, hè.